Hoi, welkom bij de nieuwe vlog. Als jij de vorige twee vlogs hebt gezien, dan weet je dat dit vooral gaat over mijn verhaal, over de vruchtbaarheidsproblematiek. Ik heb mijn verhaal gedeeld in twee vlogs hiervoor. Best een rauwe vlog, zonder voorbereiding, gewoon bam, nu gaan we het delen. En eigenlijk is deze vlog een beetje net zo. Eigenlijk vlog ik altijd gewoon in flow. Wat ik wel had gezegd in de afgelopen vlog, is dat ik het wel heb over overtuigingen. En dat wil ik gaan doen omdat als ik iets mezelf, zo kwam ik erop. Ja, als ik iets anders zou doen met de wijsheid die ik nu heb, wat zou ik dan anders doen? En dan zou ik toch echt liefdevoller naar mezelf zijn. En waarom dit zo belangrijk is, is omdat dit in mijn geval, in mijn verhaal, heeft het zo lang geduurd. Heb ik zo lang na mijn operatie. En als je dit hele verhaal niet kent, raad ik je echt aan eerst om de andere vlog te bekijken. Anders weet je niet waar ik het over heb. Maar in mijn geval, na mijn operatie, heb ik echt nog eerst flink doorgezet en proberen in een soort van negeerstand te gaan. Waardoor ik toen ik instortte al, volgens mij al 2 jaar verder was. En 4 jaar daarna dus nog, na die 2 jaar, 4 jaar nog echt heel, heel, heel erg depressief ben geweest. En heel veel angstklachten heb gehad. En dus echt nog hele intensieve therapieën heb gevolgd. En dat had wel anders gekund. Dat had anders gekund. Het zelfbeeld van mij, als ik daar eerder mee aan de slag was gegaan, eerder dan, zeg maar, 6 jaar daarna, dan was het wel anders geweest. Dan was mijn herstelproces, traject, was totaal anders geweest. En dit is waarom ik dit wil benadrukken, hoe belangrijk zelfliefde is en hoe belangrijk het hebben van een positief zelfbeeld is. En als jij dit meemaakt of je maakt iets anders mee, dat ook jouw leven verandert. Het kan ook een andere chronische ziekte zijn. Of het maakt ook eigenlijk niet uit wat de reden is. Elke reden om je waardeloos te voelen is een goede reden. Snap je wat ik bedoel? Het is niet zo dat je per se iets heel ergs hoeft mee te maken. Om het anders dan stel je je aan. Als er ook maar iets is wat er gebeurt, al is het omdat je huisdier is overleden en jij voelt je hartstikke rot en jij geeft jezelf de hele tijd de schuld. Het maakt niet uit wat het is. Als het gaat om een negatief zelfbeeld, dan raad ik je echt aan om voordat je allemaal andere dingen gaat proberen om met je zelfbeeld bezig te gaan. Ik hoop dat dit een beetje duidelijk is. Ik zal eerst eventjes beginnen waarom het bij mij misging. Ik heb in al die jaren een overtuiging op mezelf gelegd dat het misschien beter zo was. Beter voor mij en beter voor de wereld dat ik nooit een kind zou krijgen. Dat ik nooit moeder zou worden. Nou, dat is, slaat echt helemaal nergens op. Het is niet aardig. Het is ook niet waar. Het is alles behalve waar. Want, maar het is zo logisch. Dit was voor mij een manier om ermee te kopen. Om een soort van gerechtigheid te vinden voor wat mijn lijf mij had aangedaan. Wat het God mij had aangedaan, om het zo maar te zeggen. En ik heb zo vaak zo naar boven gestaan met wat heb ik verkeerd gedaan? Hoe erg moet ik in mijn vorige leven geweest zijn dat ik dit moet meemaken? Heb ik zo vaak, even zwaai naar de buurvrouw, heb ik zo vaak geschreeuwd tegen onze geliefde hemel. En uiteindelijk, hè, wat ik nu allemaal weet, is dat dit een periode zou worden met hele wijze en heel veel lessen. Maar wat ik vooral heb geleerd en het allerbelangrijkste was, is dat niet per se iets is mij is aangedaan. En of dat ik zelf mezelf iets aan heb gedaan, omdat ik zelf niet goed genoeg was of niet gezond genoeg was, of dat ik
toen misschien als puber misschien meer had moeten sporten. Of als ik toen als puber misschien iets minder alcohol had gedronken. Whatever. Ik heb mezelf zoveel dingen wijsgemaakt. Zoveel onwaarheden heb ik mezelf als waarheid bestempeld. Waardoor mijn leidensweg is geworden eigenlijk. Uiteindelijk vertrouwde ik mijn lichaam niet meer. Ik vertrouwde niet alleen mijn lichaam niet meer, maar ik haatte mijn lichaam ook echt. Ik wou er niks meer van weten. Ik wou totaal niet meer samenwerken. Het doet me gewoon pijn als ik het nu ook zeg. Want ik heb gelukkig die liefde teruggevonden en die connectie teruggevonden. Maar ik was helemaal afgespitst van wie ik was in de kern. Voor zover dat kan. Zat ik heel erg in mijn angstbrein en in mijn overlevingsinstinct. Heel erg in mijn reptiele brein. En kon ik eigenlijk helemaal niet meer echt bij mijn hart komen. Niet bij mijn gevoel, niet bij het gewoon verdrietig zijn. Want eigenlijk was dat het, hè? Rouwen. Het was echt rouwen. Rouwen. Maar ik wist helemaal niet wat betekent rouwen eigenlijk. Ik wist het helemaal niet. Ik wist helemaal niet hoe het moest. Hoe moet je dan rouwen en hoe rouw je dan goed? En wat is dan de weg van rouwen? En wanneer ben je dan klaar met rouwen? En wanneer mag je iets loslaten? Wanneer is het goed? Vraag je jezelf dan of de ander dan, weet je, waarom je dan ook rouwt? Dus dat is allemaal heel erg ingewikkeld, helemaal voor een jonge meid. En daarom wilde ik daar echt over praten, omdat overtuigingen die ik mezelf heb aangepraat, dus zoals het moet zo zijn, want je bent niet eigenlijk, wat de kern daaronder zit, is altijd de angst van ik ben niet goed genoeg. En dat is eigenlijk bij iedereen zo. Altijd de kernangst is vaak ik ben niet goed genoeg. Bijna altijd. En als je daarheen kan gaan en dat kan erkennen, dan kan je ermee aan de slag. Ik heb dit heel laat pas geleerd. Heel zonde eigenlijk. Ik ben heel erg met het gevoel in het moment bezig geweest. En dat was boosheid. Ik was vooral boos en ik wou me niet boos voelen. En ik wou me ook niet zielig voelen. Want als ik zielig ging voelen of als ik verdriet had, dan dachten andere mensen misschien dat ik zielig was. Dan was ik bang dat mensen medelijden met mij zouden krijgen en dat mensen zo naar mij zouden kijken. Dat ik eigenlijk ook gewoon een hartstikke sterk persoon ben. Nou, dat is hoe dat gaat in je hoofd. Dat is gewoon niet chill. Maar dit is wel wat er gebeurt. Je hersenen gaan vanuit overleven, gaan je dingen wijsmaken, om het zo maar te zeggen. En op een gegeven moment, als je dat zo lang hebt en als je er zo lang in meegaat, als je zo lang in het slachtofferschap gaat zitten, dan ga je je daarmee identificeren. En wat daar gevaarlijk aan is, is dat je dan ineens je ziekte wordt, of je diagnose, of waarover jij dan ook, waarom jij dan deze vlog kijkt. Want al deze informatie kan je op andere onderwerpen toepassen eigenlijk. Andere pijnpunten. En eigenlijk beschermen je hersenen daarvoor. En dat is heel erg goed tijdelijk om iets door te gaan. Zoals bijvoorbeeld de dag van de operatie. En misschien het herstelproces. Het korte herstelproces daarna. Maar daarna is het wel weer zorg om gewoon liefdevol ook. Eigenlijk vanaf het begin af aan liefdevol met jezelf om te gaan. Maar om bij de feiten te blijven. In plaats van erachter te zoeken, het willen weten, het ongrijpbare willen weten, het ongrijpbare grijpbaar willen maken. Soms zijn mensen gewoon ziek. Soms is dat gewoon zo. En soms maak je dingen mee die je meemaakt en leer daar hartstikke veel van. En soms is het gewoon voor je gevoel niet eerlijk en dat mag. En je mag gewoon eventjes boos zijn en je mag gewoon eventjes verdrietig zijn. En je mag gewoon rouwen en je mag gewoon zijn wie je bent. En wat ik deed was boos zijn op mezelf, in mezelf, met mezelf. Waardoor ik eigenlijk een soort van in het wild, zeg maar, in het op mijn werk en in mijn vriendengroep en zo, gewoon de vrolijke ik probeerde te zijn. En mensen ook wel voelden van, hé, je bent veranderd, maar niet echt de vinger erachter konden leggen van, wat is dat dan? En ik dacht alleen maar, zijt niet zo met z'n allen, want er zijn veel ergere dingen in de wereld.
En uiteindelijk word je daar wel een iets minder aardig persoon van, waardoor je uiteindelijk je binnenwereld gaat uiten naar de buitenwereld en je buitenwereld jou spiegelt, waardoor je eigenlijk nog meer gaat geloven dat wat je denkt waar is, terwijl je zelf in je gedachten dus je eigen realiteit creëert. Ik hoop dat je me nog volgt. En ik gun dat niemand. Ik gun iedereen de wijsheid om te beginnen bij zelfliefde en om met zelfliefde bezig te gaan en emoties te laten stromen en emoties te laten bewegen, uit je systeem te laten gaan. Ik gun iedereen een coach of een therapeut die helpt, omdat het is niet niks. Het is niet niks als je in mijn geval je eileiders verwijderd worden op je 21ste en je op dat moment hoort dat je nooit moeder zal worden, dat je lichaam niet gezond is, dat je situatie niet goed is, dat je bijna voor de dood bent weggehaald, dat je zo ziek bent. Dat is gewoon zwaar en dat is gewoon moeilijk en het is gewoon KUT. En in plaats van te gaan doen wat ik heb lopen doen, is me schamen en ook gedacht hebben van ik moet sterk blijven, want de wereld moet niet denken dat ik kwetsbaar ben, had ik gewoon kwetsbaar mogen zijn. En ik gun iedereen die kwetsbaarheid. Ik gun iedereen een veilige haven om kwetsbaar in te zijn. En die veilige haven begint dus, je voelt hem al aankomen, bij jezelf. Die begint dus bij jezelf. Oké, als jij pijn hebt, als je rouwt, als je verdriet hebt, waar heb je dan behoefte aan? Heb je dan behoefte aan een omgeving die jou omarmt, die jou draagt, die jou veilig gevoel geeft, die jou liefdevol opvangt, die jou ruimte geeft voor alles wat er is, wat er mag zijn op dat moment, die jou leiden naar verbetering, weet ik veel wat, liefdevolle woorden? Of heb jij behoefte aan een omgeving die hartstikke rot tegen je doet, die je niet steunt, die je niet serieus neemt, die je heel nare dingen tegen je zegt, die niet erkent wat je voelt? Nou, als je tussen die twee mag kiezen, tussen welke omgeving kies je dan? En welke omgeving heeft een mens nodig? Ik denk dat we allemaal het wel over eens kunnen zijn dat we voor die eerste omgeving zouden kiezen, voor die liefdevolle omgeving. Maar het gekke is dat wij veel mensen, echt heel veel mensen met mij, onszelf die tweede omgeving geven. Door te denken hoe we denken, hoe zeg je dat? Door in onze gedachten heel lelijk over onszelf te praten, tegen onszelf te praten. Stel je voor, je hebt een rotdag. En je laat van alles vallen die dag. Zeg jij dan in je hoofd, in je gedachten, heb je dan zoiets van, nou, weet je, in mijn geval, geef niet mij, zie je, zal wel moe zijn of zo. Weet je wel, gewoon, geef niet, raap weer op of het is kapot. Oké, nou ja, het is maar spul. Maakt niet uit, maakt niet uit. Of zeg je dan tegen jezelf, god, ik weer, ben ik ook klunzen, ben ik ook zo, weet je wel. Nou, ik deed vooral het tweede, hè. Af en toe betrap ik mezelf daar nog steeds op. Maar eigenlijk, veel mensen met mij die doen dat. En dat is eigenlijk jouw veilige omgeving. Dat ben jij zelf. En als jij in je hoofd dus al de hele tijd zo boos tegen jezelf doet, niet aardig tegen jezelf doet, niet liefdevol jezelf opvangt, niet je eigen beste vriendin bent of beste vriend bent, hoe kan je dan? Hoe kan je dan verwachten of in een omgeving raken die wel goed voor jou is? Want weet je wat er gebeurt? Ik had een hele liefde omgeving toen ook om mij heen hoor. Maar omdat ik niet aardig tegen mezelf was en omdat ik niet mezelf die liefdevolle omgeving gunde in mij inwendig, kon ik moeilijk de wereld om mij heen die liefdevol deed. Kon ik niet goed accepteren. Ik werd daar raar van. Ik werd er raar van. Ik voelde me ongemakkelijk. Ik voelde me dus het slachtoffer. Ik voelde me dus. Hoe zeg ik dat? Ik voelde medelijden.
Ik voelde het ook van, oh ja, dan, oh ja, want ik ben Lieselot en die is natuurlijk kapot en breekbaar. En dan moeten ze voor koedie, koedie, koedie. En dat, ik wou niet dat mensen zo over mij dachten. Of zo rekening met mij hielden of wat dan ook. Ik denk niet dat iemand dat ooit gedacht heeft. Ik weet wel zeker dat niemand dat ooit gedacht heeft. Heb ik voor hun ingevuld. Dat was een overtuiging van mij. En omdat ik dat niet na ging vragen, omdat ik dat niet ging delen, ging ik geloven dat dat waar was. Ik had een overtuiging gemaakt dat mensen mij zagen als vanuit medelijden. Dat mensen mij zagen als een zwak meisje. Dat mensen mij zagen als een kind. Omdat ik mijn hele lichaam veranderde ook door alle hormonen en zo. En ik vond mezelf eruit zien als een 12-jarig kind. Maar is gewoon niet zo. Was wel mijn overtuiging. Dus al die overtuigingen. Ik had een overtuiging dat geen enkele man meer voor een meisje zoals mij zou kiezen bewust. Want waarom zou een man kiezen voor een kapotte vrouw? Want dat vond ik van mezelf. Ik vond dat ik kapot was. Ik vond dat ik niet goed werkte en niet kon doen waarvoor een vrouw hier op aarde was. Het was niet erg aardig van mezelf, tegen mezelf. En ik zei dat niet eens op de toon zoals ik dat nu zeg. Ik zei dat gewoon, ik voelde dat gewoon in mijn koor. Gewoon zo, dat is zo'n stemmetje in mij die dat zei. Die dat gevoel, het gevoel zweefde helemaal door mij heen. En dat werd een waarheid en... Daardoor kon ik dus niet goed omgaan met mensen die lief tegen mij waren, lief tegen mij zijn, liefdevol mij probeerden op te vangen. Daarom geloofde ik niet dat ik oprecht welkom was op plekken. Daarom geloofde ik niet dat mensen oprecht blij waren met mijn aanwezigheid. En ik voelde me helemaal niet chill in mijn lichaam. Ik verafschuwde dat. Dus ik geloofde niet dat als ik bij mensen was, bij vrienden was... Dat mensen het leuk vonden dat ik er was. Want hoe kon je het nou leuk vinden dat ik er was? En ik vond het niet eens leuk in mezelf, zeg maar. Dat zijn allemaal hele heftige dingen. En ik wist echt toen niet dat dat met zelfliefde te maken had. Ik had daarvoor, voordat alles gebeurde, was ik super positief, heel zelfverzekerd. En mijn zelfliefde was een beetje zo vanzelfsprekend dat ik niet echt door heb gehad dat... Dat de zelfliefde was of dat dat daarmee te maken had. En op het moment dat ik in een therapiesessie als volwassen vrouw moest visualiseren naar dat moment waarin ik zo tegen mezelf deed. Het gebroken meisje. En dat ik mijn handen op mijn hart had, volgens mij op mijn buik en op mijn hart. En dat ik dat stuk in mij naar mij terugriep. Dat ik via een visualisatie, dat ik mijn afgeketste, wat ik allemaal van mezelf af, dat dat weer samensmolt. En dat ik weer echt één werd. Dat ik ging begrijpen, dat ik echt ging begrijpen dat ik eigenlijk hartstikke sterk was. En dat ik niet een slachtoffer was van een situatie. En dat niet het leven ophield naar dat ene ding. En dat niet... Er ging echt zoveel voor mij veranderen. Er shifte zoveel. Op het moment dat ik weer meer van mezelf kon houden. Op het moment dat ik besefte dat er een leven na dit alles was. Dat heeft mij ontzettend geholpen. En het is niet zeg maar dat ik daar niets voor gedaan heb. Het is niet zo dat ik gewoon heb afgewacht. En op een dag gebeurde dat. Als een satori, een moment van verlichting. Nee, ik heb daar keihard voor moeten werken. Ik ga niet doen alsof het ineens voelde ik. Nee. Mm-mm. Ik heb daar keihard voor moeten werken. Ik heb daar dagelijks voor tegen mezelf moeten praten. Op een andere manier. Ik heb op een andere manier tegen mezelf moeten leren praten. Ik heb echt moeten leren om bij mezelf thuis te komen. Ik heb moeten leren om opnieuw op mezelf te leren vertrouwen. Ik heb moeten leren om de stem in mijn hoofd zacht en vriendelijk te maken. Ik heb moeten leren om me zacht en vriendelijk tegen mezelf te praten. Ik heb letterlijk dit gedaan door hardop als ik wat liet vallen te zeggen. Het geeft niet meisje, het is oké. Het was in het begin heel kinderachtig, zo voelde het. Maar
Ik voelde gelijk dat op het moment dat ik zo tegen mezelf praatte, dat ik een andere lichamelijke reactie kreeg. Ik voelde gelijk dat mijn lichaam in een ontspannen modus kwam in plaats van in een vecht- of vluchtmodus. Want ik liet maar wat vallen. En als iemand anders wat in mijn buurt liet vallen, was mijn eerste reactie: het geef niet lieverd. Want ik kon wel altijd hartstikke vriendelijk en aardig naar anderen zijn, maar naar mezelf zo hard. En altijd als mensen tegen mij zeiden: Lies, wat ben je hard voor jezelf? Dan zei ik altijd: je spoort niet, dat valt echt wel mee. Gewoon maar normaal. Ik ben normaal niet hard. Dit is toch gewoon dom? Zei ik dan vet hard. Dus een beetje wederom misschien een chaotische vlog, maar wel denk ik één met heel veel. Ja, ik ga gewoon wijsheid zeggen, want het is wel gewoon wijsheid. Als ik deze wijsheid had toen, dan was het heel anders gegaan. Dus wil jij echt aan de slag? Dan is het belangrijkste wat je moet doen, is volledige verantwoordelijkheid pakken over je eigen leven. En dat is iets wat echt heel veel mensen heel moeilijk vinden. En dat is het ook. En het is ook pijnlijk. En het is ook confronterend. En het is ook zwaar en moeilijk. En het is van alles, maar het is vooral heel erg mooi. En het is het begin. Het is het begin. Het is het begin van alles. Als jij verantwoordelijkheid neemt van je eigen leven, dus ik ben verantwoordelijk voor mijn gedrag, voor wat ik doe, voor mijn gevoel, voor mijn lichaam, voor mijn leven, voor wat er in mijn leven gebeurt, ook voor wat er in mijn leven gebeurt, dan shift je hele wezen, je hele zijn. Het lijkt net wat het de aardbol shift om je heen. Omdat je dan ook realiseert dat jij dus de kracht en de macht en de regie hebt om je leven vanaf het moment dat je dat besef hebt, ook te creëren. Hè, voor de betere kant voor jou. En op het moment dat ik dit besefte en op het moment dat ik dit ging beoefenen, veranderde mijn hele leven. En ja, ben ik nog verdrietig om alles wat er gebeurd is? Ben ik, ja, tuurlijk. Vind ik het allemaal verdrietig. Verdrietig, verdrietig en pijnlijk. En als ik terugkijk, dan lijkt het een ander leven voor mij. Dan lijkt het net alsof ik een verhaal van iemand anders vertel. Maar ik ben nu wel heel dankbaar voor alles wat ik heb meegemaakt. Want het heeft mij echt de beste versie van mezelf laten worden. En het is zoiets in mij geshift, wat zelfs mijn gezondheid heeft geshift. En daar ga ik in een andere vlog verder over praten. Dat is een van de redenen waarom ik dit allemaal deel. Omdat ik ben echt het levende bewijs dat je mindset, dat je mindset. Je hele leven, maar ook de gezondheid, de condities in jouw lichaam kan veranderen voor de best. En voor de worst en voor de best. Dus lieve jij, begin vanaf vandaag, vanaf nu, zometeen, na die vlog, of misschien doen we het zo wel even samen, heb ik misschien ook wel zin in. Dagelijks liefdevol tegen jezelf te praten. En ga anders eerst maar voor een spiegel staan en ga jezelf eens eventjes aankijken. En ga eens even in je ogen kijken en ga jezelf eens bedanken. Bedankt, zeg je je naam. Dus in dit geval bedankt Lieselot. En ik kijk nu even naar mezelf in het beeld. Bedankt Lieselot dat je er altijd voor mij bent. Zolang als ik leef ben jij er elke dag voor mij geweest. Elke dag, 24/7, ben jij er voor mij geweest. Alle ups, alle downs. We hebben alles samen beleefd. Mijn lichaam en ik. Mijn ziel, mijn lichaam. Dank je wel, lichaam, dat je mij elke dag de dag doorbrengt. Ondanks dat jij aangeeft dat je soms niet meer kan en mijn hoofd maar door wil. Dank je wel. Dank je wel dat je met mij samenwerkt. Dank je wel. Elke huilbui en elke lachbui. Dank je wel. Ga dagelijks tegen jezelf zeggen, en hoe gek het ook klinkt. Ik ben oké. Okay. Ik ben liefdevol. Ik ben mooi. Ik ben oké. Okay. Ik ben veilig. Ik voel me veilig. Ik ben goed genoeg. Ik ben genoeg. Ik ben genoeg. Ik ben genoeg. Ik ben oké. Okay. Ik ben oké. Okay. Ik ben oké. Okay. Ik ben genoeg. Ik ben genoeg. Ik ben genoeg. Ik ben liefdevol. Ik ben leuk. Ik ben vrolijk. Ik ben gezond. Ook al voel je dat allemaal niet. Ik ben blij. Ik ben gezellig. Ik ben prachtig zoals ik ben. Ga dit soort dingen dagelijks tegen jezelf zeggen. En op het moment dat jij
beseft dat je op een moment rot tegen jezelf praat en je beseft het, dan ben je al zo ver. Op het moment dat jij beseft, wow, nu doe ik het weer. Nu doe ik weer zo hard tegen mezelf zijn. Nu doe ik weer niet aardig. Dan ben je er. Dan heb je de shift gemaakt. En wat je dan kan doen is kiezen. Is kiezen hoe je het wel wil. Je kan op dat moment kiezen. En je hoeft niet al je gedachten in de gaten te houden. Maar je gevoel. Hoe voel ik mij? Tune even bij jezelf in. Eventjes bij jezelf inchecken. We checken constant op Facebook in. Op Instagram in. En we checken bij het restaurant in. We checken overal in. Maar check eens bij jezelf in. Hoe voel ik mij nu? Oké. Zo voel ik mij. Oké. Wat heb ik nodig? Wat heb je nodig? Ik voel me rot, ik voel me kut, ik voel me bleh. Oké, ik kan kiezen of ik blijf daarin zitten. Of ik kan kiezen om iets te gaan doen waardoor ik me beter voel. Het hoeft niet van ik voel me kut en rot naar ik voel me gelukkig, fantastisch, vrolijk, zijn best op aarde. Nee, het kan gaan naar ik voel me oké. Of ik ben rustig. Snap je? Kleine stapjes. Elke keer weer. En dan kom je vanzelf daar. En ik weet dat het kan. Mensen, ik weet dat het kan. Ik heb maanden, weken, in mijn bed gelegen, onder dekens, verstopt, huilen, angst. Als ik het kan, kan jij het ook. En dat is echt waar. Ik geloof echt, het is mijn waarheid. Dat iedereen dit kan. En niet altijd alleen, maar je hoeft het dus niet alleen te doen. Dat is het mooie ervan, om mensen te zijn op deze planeet. Je hoeft dus echt niks alleen te doen. Alle wielen zijn al uitgevonden. Dus, laat mij je wiel zijn. Of zoek een ander wiel wat je mooier vindt, wat je leuker vindt. Nee, I don't care. Het maakt niet uit als jij je maar beter gaat voelen. Ja? De mensen die resoneren, resoneren. Dus als jij je binnenwereld shift, dan shift ook jouw buitenwereld. Want ik ben echt van mezelf gaan houden. Mijn zelfliefde is tink omhoog gegaan. En het viel me op dat de mensen die niet goed voor mij waren, langzaam zijn verdwenen. Niet omdat ik ze heb gezegd, ik wil dat jij uit mijn leven gaat. Maar het is gewoon gebeurd. En er zijn heel veel liefdevolle, geweldige, fantastische mensen die bij mij passen. Die met mij resoneren op mijn pad gekomen. Want wat ik uitstraal, trek ik aan. Want het zijn magneetjes. Dus zelfliefde, zelfliefde, zelfliefde. En zelfliefde heeft niet alleen te maken met ik trek mooie kleren aan. Zelf, dat is self-care. Self-care is ook belangrijk. Laat je niet jezelf verslonsen. Zit je hier verslonst naar mij te kijken. Ik zie er misschien verslonst uit, maar dit is gewoon mijn look. Dit is niet eens zozeer verslonst. Dit is wat het is. Zit jij wel verslonst naar mij te kijken, dan daag ik je nu uit om je te ontslonsen. Ik weet niet of dat een woord is, maar bij deze is het een woord. Te ontslonsen. En bel iemand op. En ga wat leuks doen. Al is het maar een wandeling. Of een film kijken. I dare you. Ga het doen. Maar eerst even langs de spiegel. Ik heb genoeg gekletst voor vandaag. Later. Je kan het. I know. I believe in you. Echt waar.